Verder dan met de amateurs, want daar zijn verschillende clubs in de provincie bezig met de nacompetitie voor promotie of tegen degradatie. Zo ook Achilles Enschede en Mariënberg. Beide ploegen doen verwoede pogingen om de derde klasse te verruilen voor de tweede klasse. Het eerste duel tussen Achilles en Mariënberg was vanmiddag in Enschede en Frans Leushuis was daar ook. Achilles Enschede ontdeed zich van SVVN in de eerste ronde, maar had er wel een strafschoppenserie voor nodig. En ook Mariënberg bereikte deze tweede ronde door twee keer te winnen van SVDW uit Doetinchem. Eerste mogelijkheid in de wedstrijd was voor Achilles Enschede. Prachtig afstandsschot hier van Hilbert Haan, maar doelman Albert Peters heeft hier geen moeite mee. Veel strijd op het middenveld en spaarzame mogelijkheden. Individuele actie, Theo de Lange. De beste man aan de kant van Mariënberg. En geeft een niet te missen kans aan Robert Bouwhuis. Maar die mist. Het speelveld was glad en de spelers hadden het er moeilijk mee. Goeie ingreep van André Bouwhuis. Rolf Hosting alleen af op doelman Richard Weerkamp. Maar de keeper redt in twee keer. Prima doelman bij Achilles Enschede. Mariënberg met de lange bal. En hier is hij weer. Diezelfde keeper, Richard Weerkamp. In het doel was hij goed en ook daarbuiten. De mogelijkheid voor Achilles Enschede. Tot twee keer toe wordt hij gemist. Philip Roelman, de bal voor het inkoppen. En een listig lopje. Aan de kant van Mariënberg. Trof ook geen doel. Rolf Hosting. En dan zitten we alweer in de tweede helft. Ook hierin veel strijd, maar geen goed voetbal. Slechte voorzet aan de kant van Hanno Kelder. Maar al zo vaak, de laatste bal was slecht verzorgd bij beide verenigingen. Dan Achilles. Goed uitgespeelde mogelijkheid. Dan moet die laatste bal weer komen. En die gaat dus weer in het zijnet. En dat had beter gemoeten Bart Knol. Mariënberg, de iets betere ploeg, probeerde de bal wat langer in het bezit te houden. Rolf Hosting met het afstandsschot. En via het been van Arjan Peters gaat de bal zomaar het doel in. En dan is het 0 tegen 1. Pech voor Achilles en ook pech voor deze keeper. Natuurlijk kansloos. Maar lang zou die voorsprong niet duren voor Mariënberg. Daan Dokter met de solo. Gaat over het been van Nico Haak. En scheidsrechter Jansen, hij geeft een strafschop en dat was wel terecht. Hilbert Haak met de strafschop en dan is het 1 tegen 1. Albert Peters volstrekt kansloos. Corner Mariënberg. Arjan Peters met de kopbal en die ging net over. En daar zag de verdediging van Achilles Enschede er niet goed uit. Dan weer de lange trap. Rolf Hosting. Ja, hij had pech met de ballen van de rechterkant. Veelal net voor het doel langs. Hier balverlies. Snelle omschakeling aan de kant van Mariënberg. Bal naar Theo de Lange. Slecht instappen van de verdediging van Achilles Enschede. Deze bal is achter Hanno Kelder. Dan Rolf Hosting nog weer. Prima keeperswerk. Mariënberg, en dan zitten we al in de slotfase van de wedstrijd. Identieke situatie. Weer Rolf Hosting voorlangs. Het was wel een beetje het beeld van de wedstrijd. Ploegen proberen het wel. En dan vindt scheidsrechter Jansen het genoeg geweest. 1 tegen 1. Beide ploegen ontmoeten elkaar dinsdag opnieuw.